Moeten jullie Roy Birrens na afloop aan het infuus of viel het wel mee in de kleedkamer? Persoonlijk viel het wel mee, maar we zijn wel diep gegaan, laat dat duidelijk zijn. En achteraf zijn we wel teleurgesteld, maar ook wel tevreden met de punt. Ja, want dat is gek, hè? Met 9 man een punt pakken is mooi, maar als hij in de laatste minuut valt, is het zuur. Ja, het is hartstikke zuur. Ik denk dat we, als je de wedstrijd bekijkt, dat we ook wel verdiend hadden om te winnen. Ja, je scoort met 9 man twee goals en de laatste minuut dan valt hij bij hem binnen. Ja, goed, hun hadden wel wat kansen, alleen het was nou niet dat je nou zegt van Roda die had hier met 5-2 eroverheen moeten lopen. Zo was het natuurlijk ook niet. Dus, ze speelde het heel slecht uit, hè? Nou ja, goed, ze ging tweede helft. Jullie deden het heel goed, ja, het ligt er nou niet bekijkt. We hadden een blok staan en vandaar ook ging op counter. En natuurlijk met Johansson en mij en met Maat hebben we natuurlijk wel rappe jongens om eruit te komen. En en hun speelde lange bal de moeite tweede helft. Ja, dan kunnen wij er ook op inspelen. Dus. 5 minuten na rust had zelfs de 3-1 kunnen vallen, hè, van Johansson. Ja, dat had wel lekker geweest. Ja, had zomaar kunnen. Alleen ja, hij had al een mooie gemaakt. Dus we stonden er nog steeds voor, dus we hadden het eigenlijk vast moeten houden. Alleen jammer genoeg was het niet wel. Hoe heb jij die 2 rode kaarten in het veld beleefd? Zelfs iedereen. En ik was te laat. Ik denk dat je daarover kan twijfelen of het rood was. Op het begin van de wedstrijd. Ik weet niet precies of er nog iemand achter stond. Of dat ken ik echt niet. Vierde man zei volgens mij dat het rood was. Dus dat... Van viergever? Ja, van viergever. Ja, stond Wouters dan nog in het centrum, zou je kunnen zeggen. Ja, nou ja, goed. En hij moet nog een stukje. Dus, maar ja, goed. Als ik buitenspeler was geweest, zou ik ook voor die rode kaart gaan. Zo simpel is het ook weer. En van Neno was... Cordelia was wel een rode kaart volgens mij. Was echt een rode kaart. Nou ja, goed. Hij gaat er fel in. En dat is misschien wat ongecontroleerd. Maar ja, goed. Dat gebeurt. Maar je zal het nog niet eerder meegemaakt hebben, denk ik. Na 19 man met 9 tegen 11. Nee. Het is de eerste keer dat... Dan denk je, dan wordt het poetsen. Ja, dat is... Dan sta je op middenveld, dan moet je alle gaten dichtlopen. Dat is toch anders voetbal. En van daaruit vertrekken. Alleen, wat ik al zeg, we hebben het met z'n allen prima gedaan. Ja, het enige jammer is dat je natuurlijk die goal tegen krijgt en dat je nog schorsingen krijgt. En voor de rest kan je zeggen van team met de griffel voor dit AZ. Ja, dat is hartstikke zuur. Ik ben ook blij dat het publiek erachter stond en ook besefte van dat wij het goed hadden gedaan. En dat is voor ons ook... Daar krijgen we ook vertrouwen van. Was een avond om nooit te vergeten. Nou, deze blijft wel in het geheugen zitten, ja.